Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we voor jullie een nieuwe episode van de Ronald speelt Minecraft. En wij zijn hier weer in de Tower of Power en vandaag gaan wij ja, verder aan de Tower of Power. Ik weet niet hoe lang we nog bezig zullen zijn met dit dingetje hier, maar ja, we schieten al aardig op, laat ik het zo zeggen. We hebben al ja, beide kamers gebouwd. Ik heb er ja, wel wat off-camera aan gewerkt, want wel, nou, het zal een beetje saai zijn natuurlijk. Maar ja, er moet cobblestone onder en daaronder komt een soort van ja, kerken van de tralies en zo, dat lijkt me wel leuk. Maar ja, in ieder geval dus. Dus even kijken. Dit moeten we dus helemaal voor cobblestone gaan maken. Dat doen we later. Ik wil eerst verder met de bovenverdieping vandaag. En ja, zo zie je dus maar weer dat het totaal niet op de Tower of Power van Paul zoals Juni lijkt. Even kijken. Doen wij nemen dit mee. En dan dit ook nog. Haak. Ja. Oké, want dan gaan we dus even verder aan de bovenverdieping. Ik heb het allemaal al van de spruce wood gemaakt. Want nou ja, dat is gewoon beter. Even kijken. Zo. Ik heb het gewoon even off camera gedaan, want nou ja, op camera om het te recorden. Nee. Even kijken, goed. Het wordt een gigantisch hoogtaal, want hier komt nog een verdieping. En hier komt nog een verdieping. En dan gaat er nog 1, 2 verdiepingen bovenop. Want wel, er komt dus een nether wall farm in. Alles komt hier, zeg maar. Ik ga wel een nether base maken, alleen daar komt niet mijn. Ja, Netherward Farm en zo allemaal. En die komt de potion shit. En je komt zelfs nog misschien nog wel ja, wat leuke kleine extraatjes. Zoals misschien een Baby Melon Farm. Ik weet niet wat hier allemaal gaat komen. In ieder geval een paar hele leuke dingen. Eens even kijken. Sowieso wil ik hierboven op dit dingetje hier de Netherward Farm bouwen. Misschien wel één aan die kant en aan die kant, dat weet ik niet. Dat moeten we even bekijken. Maar wat ik sowieso ga doen, is ik plaats hierop soul sand. Dat je niet, zeg maar, als je beneden kijkt en je omhoog kijkt, dat je dan soul sand ja, als plafond ziet. Want wel, dat is lelijk. Dus ja, eens even kijken. Dus hier moeten we één laagje van opdoen en dan kan er soul sand op gestort worden. Eens even kijken. Hup. Oké. Ja. Oh mijn god. Eens even kijken. Nou, zo denk ik dan maar. By the way, jongens, hebben jullie de nieuwe serie van Jordi al gecheckt? De Hardcore Survival met Jordi of zoiets. Het is echt geniaal. Ik heb de eerste aflevering al gekeken. Het is zo grappig. Want nou ja, Jordi die Minecraft Hardcore gaat spelen. Je kunt geen betere combinatie krijgen. Echt waar. Misschien herinneren mijn oude subs toch wel dat ik het ooit een keer probeerde. En ik ging in de 5e episode dood of zo. Dat er een creeper in mijn rug kwam of zoiets. Ik weet niet meer hoe het precies allemaal ging. Maar het ja, was niet mooi. Dus ik kijk er echt naar uit om meer van. Ja, Jordi's Hardcore Survival te zien. Even kijken. Zo, het is niet belediging aan Jordi, maar ik denk dat jullie het gewoon echt enorm, maar dan ook gewoon enorm OP leuk gaan vinden. Oké, wel, dit is dan heel erg lekker. Even kijken, dan moeten we het anders doen. Doe het zo. Even kijken. Nou, hebben we nog Soul Sand beneden eigenlijk? Want dan gaan we dat eens even ophalen. En ik heb Optifine ook weer, by the way. Dat wisten mijn trouwe stukjes waarschijnlijk wel. Maar voor degene die alleen Ronald's op Minecraft volgen. Ik heb Optifine weer. Even kijken. Oh mijn god, maar 20 Soul Sand. That ain't enough for this shit, dog. Even kijken. Dus we dus voor terug moeten. Eens even kijken. Ik heb wel nog wat sproes nodig. Alleen dat heb ik niet. Ik heb alleen nog wat slabs. Oh wacht. Nou, hier groeien gewoon sproesbomen natuurlijk. Zo, of pine trees, zoals het ook wel wordt genoemd. Even kijken, wat maar 4 stukjes. Wat is dat nou weer voor goedkoop iets? Dat vind ik helemaal niet kloppen. Dus even kijken. Zo, kijk, dit geeft gewoon 10 keer zoveel meer hout. Hup. Kom hier. Mooi, zo. Want dat valt normaal altijd op het blaadje daarnaast. En dat haat ik. Even kijken, zo. Ik denk niet dat dit genoeg is in principe, maar ja, we zullen wel zien. Dus even kijken, kan ik al slapen eigenlijk? Nee, oké. Maar ik zit eraan te denken om naar Ronald's Minecraft, want Ronald's Minecraft die ja, stopt zo gauw wanneer ik de Ender Dragon heb verslagen, denk ik. Maar nou, dan is er geen doel meer, denk ik. Of er moet echt wel wat boeiends gaan gebeuren. Maar ja, met de nieuwe boss of zo, weet je wel. Maar anders dan stopt Ronald's Minecraft gewoon en dan ga ik hardcore doen. Dat heb ik sowieso al in de planning, want nou ja, ik ben er niet heel vaak doodgaan in deze serie. Dus het lijkt me leuk om ja, dit een keer een hardcore ja, style te proberen. En ben ik nou al out of... Are you fucking me? Are you really fucking me? Even kijken, nee, zo. Even torches plaatsen. Even kijken, tijd geleden dat ik überhaupt iets met Ronald's Minecraft heb gedaan, jongens. Het is me gewoon een beetje ontschoten. Ik had het veel te druk met Dualcraft en met The Lost Potato en what the fuck. En Blood Diamond. Maar Ronald's Minecraft en zowel Crysis 3, zowel als Roto Gold, die gaan
allemaal terugkomen. Even kijken, heb ik geen... Ah, daar we go. Ik dacht al. Oh ja, ik heb by the way nog wat obsidian hier. Dat had ik uit mijn village gehaald. Want daar had ik nog wat emeralds en zo leggen. Dus ja. Even kijken. By the way jongens, ik was laatst de weg kwijt omdat ik wat ging exploren. Hier in de buurt. Gewoon eens even kijken of hier nog wat boeiends is. En ik ben, jawel, een jungle temple. En een desert tegengekomen met daarin een desert MC village. Nee, geen desert MC village, normaal MC village. Ha, eindelijk. En twee dungeons. Dus daar wil ik echt binnenkort gaan kijken. Want nou ja, hopelijk zitten daar zadels en name tags en zo in. Dan kunnen we mijn honden en katten naapjes geven. En kunnen we eventueel ook nog op zoek naar een pater. Dat wil ik echt heel graag gaan doen binnenkort. Maar daarvoor wil ik eerst de Tower of Power klaar hebben. En dan gaan we daar pas mee aan de gang. Eens even kijken. Goed. Nou, ik denk dat we maar gewoon het beste hiermee verder kunnen gaan. Even kijken, zo, ja, dit moet. Dirt, even een... Dat is geen dirt, dat is net een brik op de donder. Ja. En iemand die zei wel, je kunt net een brik krijgen door een netherrack te smelten. Maar ja, dat kost weer kool en zo. En zoveel kool heb ik ook weer niet. Dus even kijken, dat was ook een hele mooie plek geweest door de Tower of Power. Maar ik vind dit toch een mooiere plek, want dit ligt wat centraler. Hier komt ook mijn beacon, by the way. Dus, ja. Eens even kijken, die komt hier in de kelder dan onder het, ja, nether portal kamer dingetje. Even kijken, zoiets als dit denk ik. Want deze kamer en die kamer worden allebei nether ward farms. Dat ik echt gewoon gigantisch veel nether ward wil farmen. En ja, ik zeg altijd, if you wanna do it, you're gonna do it big. Dat is ja, een soort van mijn motto. Even kijken, dit is veel te laag gewoon al. Wat doe jij nou, je dikke emu. By the way jongens, de GTA stream op het kanaal van Jordi is nu wat volgens mij 1000+ keer bekeken. Echt, het was GTA, we hadden 15 mensen in de lobby of zo. En we gingen gewoon crazy met elkaar allemaal doodmaken met helikopters en bazooka's. En ik raad je zo aan om die stream even terug te kijken. Het was echt de beste GTA stream die ik ooit heb gezien. En ik heb er wat gezien van Faco Games en op dus David Games en I don't know. Even kijken zo. Oké, dan wel. Volgens mij is dit hoog genoeg. Ja, ik denk het wel. We leggen gewoon even dirt uit om het ja, een beetje al dat feeling te geven dat hij naar de ward komt. Oké, dan. Ja, splendid. Even kijken. Oh. Ja. Zo. Oké, nou. Want, nou ja, dit groeit niet echt heel veel netherwood. Het groeit wel netherwood, maar niet echt gigantisch veel. Dus ja, nou, dan komen hier zo trappetjes. Dus dat moet ik nog even maken zometeen. Maar, ja, nou, dan gaan we vast wat meer ja, zooi uitbikken, lijkt mij. Even kijken. Daar en hier. En dan hier, hier, hier. En hier, en hier, en hier. Holy cut! Dat had heel slecht kunnen aflopen. Ik kan ook een balkon opmaken. Nou, dat zal denk ik te overdreven staan op dit touw of bouw dingetje. Goed, eens even kijken. Ik wil niet te lang doorgaan. Want nou, ik upload tegenwoordig een MP4. En die file sizes zijn enorm groot. Een 20 minuut video is ongeveer 1 gig. Dus ja, dat duurt wat 5 uur om te uploaden bij mij of zo. Dus ja, eens even kijken. Goed. Nou, dat ziet er wel fancy schmancy uit. Even kijken. Ik moet wel even nog... Even goed gemaakt worden. Ik moet ook weer gaan mijnen voor de volgende episode. My goodness. Even kijken. Het was zoiets als dit. Ja, oké. Okay, zo. Ik maak dit hoger. Omdat, nou ja, anders zit je hiermee in principe. Dus ja. Dus even kijken. Kan ik nog wat doen? Want, nou ja, als ik out of nether brick ben, dan kan ik helemaal niet zoveel doen meer vandaag. Even kijken. Nog nether brick hier. Nee. Soul sand. Weet je wat? Gaan we dan? Dan gaan we soul sand mijnen. Dat gaan we doen. Dat is wel interessant, denk ik. Even kijken. Zo. Even kijken. Zo, ja, dit heb ik by the way ook helemaal fancy gemaakt. Dus ik weet niet of jullie dat al wisten, maar dat heb ik gedaan. Oh, dit moet ook nog. Oké. Okay. Dat is even kijken. Goed, wel. Soul Sand. Hallo. Zombie pigments, dat vond ik, dat haat ik. Dat moet ik hier niet hebben. Dit gaat ook maar eens even uit. Zo. Oké. Okay. Wel, dan hoeven pijlen nog 11. Oh, dat is niet zo goed. Even kijken. Nou, ik denk wel dat hier ergens Soul Sand moet zijn. Tenminste, ik hoop dat hier eigen Soul Sand is. Soul Sand, where are you? Hier beneden misschien ergens? No. Dit is alleen maar gravoel. Daar is dat Nether Fortress. Achter de lava langs Ronald. What the fuck? Hoe loop ik met mijn domme hoofd daar nou weer in dan? Wat ben ik voor schil? Kut aapje, even kijken. Soul Sand! We need to go down there and we need to get there.
quickly. Oh, kijk, hier zal ook zo staan. I am asking. Val! Oké, dat is mooi. Heb ik nog krabben? Nee, ik heb geen krabben meer bij me. Dat is ook niet zo. Ploep, oké. Plop, 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 plop. Wat op de torch, are you op de fuck? Me. Hey, Begums, even kijken. Is het veilig? Ja, het is veilig. Okay. Ik meen eens dan een hele hoop dat ik niet donder. Wauw. Wauw. Schele Ronald slaat weer toe, even kijken. Soul Sand, Ronald, die wil Soul Sand. Het zou cool zijn als er zo'n effect helemaal op zit, zo met dat geschreeuw, zo. Wat nou ja, ze hebben een. Kijk, lijkt een beetje op schedeltjes, een beetje, zie je wel. Kijk, hoeveel hebben we nodig? Nou, stack of zo. Dus even kijken. Maar goed, als het over power klaar is, gaan we dus eerst bij dat desert ding en dat andere jungle temple dingetje kijken. En dan gaan we op zoek naar een paard, denk ik. En dan gaan wij misschien een. Aan de hand van wat we daar vinden, gaan we misschien kijken naar. De whatchamacallit. De. Een mineshaft. Gaan we een cave system in en gaan we op zoek naar een abandoned mineshaft. Misschien gaan we dat wel doen onderweg naar een paard of zo. Dan gaan we eerst even langs een cave system. En dan gaan we daarna pas bij een knol langs. Want nou ja, een knol. Dan moet ik een hele stal verbouwen en zo. Dat gaat ook nog een heel project worden. Even kijken. Goed, wel. Hier moet ik weer omhoog. Oké. Ik heb nu ongeveer 55 solcent. Nou, precies 55 solcent. Dus dat is mooi. Even kijken. Nou, we gaan naar boven. Dan ga ik terug. Dan plaats ik solcent. En dan gaan we de aflevering, denk ik, afsluiten. Zeven gangen. Zo. Oh nee, gast. Leave me alone, gast. Ik vind jou helemaal niet leuk. Even kijken. Verder hebben we de eerste emu alweer. Hey, Bingham's. Godsam, wat is dat nou? Nee, opbokken. Opgebokt, jij drek genekt. Snipe! Die was echt gewoon scheel. Dat stil kreng. Snipe. Dat is Zombie Pikmin. Even kijken. Oké, okay, wel hier naar beneden. Dat is always nice, hè? Zo hierheen. Wat heb ik met die rare geluidjes vandaag? Ik weet het niet. Kijk, daar was dus net een portland. Daar moeten we dus even zo'n fancy smenshy dingetje gaan bouwen. Zo'n cobblestone, een huis of zo. I don't know. Ik weet niet wat we gaan bouwen. Kijk, als je nou daarboven was gespawnd en helemaal hing en zo, daar konden we echt gewoon iets cools van maken. Maar hier kunnen we gewoon een Fallout Running Base zorgen. Of maken dat de netherpot gewoon veilig is. Maar dat doen we denk ik wel een andere keer wanneer het ja, nodig is, zeg maar. Het is nou nog niet nodig, dus het hoeft niet even kijken. Ik kan wel alvast netherpot gaan plaatsen, dat het in ieder geval gaat groeien. Dat ik in ieder geval snel potions kan gaan maken. Dus dan moeten we het even pakken. Hebben we netherpot? Please zeg maar ja, netherpot. Oké. Okay. Dat is very, very nice. Nee, die begin ik daar ook aan mee. Jordi, je dombo, die heb je me aangestoken. Met dikke emu. Met pretty, pretty nice. Er moet een t-shirt vallen. Echt pretty, pretty nice. Even kijken. Zo, nou, dan gaan we alvast even netherwood in de andere kamer doen, oké? Okay? Dat is dirt. Wel, dan gaan we maar gewoon hier even netherwood of soul sand van maken, zwa. En dan gaan we eens even klap de netherwood erop pleuren. Because that's how we roll, bitches. Nee, ik heb hier nog wel wat soul sand liggen, dus dat fix ik allemaal wel later nog. Ik moet toch nog een hele hoop mijnen en zo. Dus in de volgende episode dan zal ik wel wat off-camera hebben gedaan, denk ik. Plop, 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 oké. En 1, 2, 3, 4. Prima. Goed, wel jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Ik hoop dat jullie even een leuke kleine like achterlaten, want jullie helpen me er echt enorm mee, dus ja. En dat is wel cool zo. Nee, maar in ieder geval jongens, abonneer ook even als je bezig bent. Ik heb bijna de 1000 subs. Yay! Volg me ook even op Twitter, @shadowgames23. En wel laat even een leuke comment achter. Natuurlijk, dat is gewoon niet te missen. En wel, dan zien we jullie later. Dus ja, later mensen.